Dan zien we die fles, die wordt heel langzaam een beetje blauwig. En we zien het nu al eigenlijk, die lichtbundel wordt steeds beter zichtbaar. En dat is het blauwe licht wat uit dat witte licht verstrooid wordt. Dat zien we nu als een blauwe gloed. Dus het wordt steeds blauwer. Hoe kun je bewijzen of iemand is mishandeld? De Universiteit van Nederland presenteert forensisch biofysicus professor Dr. Maurice Alders. Dank u wel. Stelt zich voor, er komt een kind bij de kinderarts. Die kinderarts die vertrouwt het niet helemaal. Het gedrag van een kind is niet helemaal wat hij verwacht naar de ouders toe. Er zit een lange tijd bijvoorbeeld tussen het ongeluk wat een kind heeft gehad en het naar de kinderarts gaan. Misschien zijn de wonden op zo'n kind niet helemaal horend bij de ontwikkeling. Want je hebt wonden of blauwe plekken op je lichaam. Afhankelijk van je ontwikkeling. Als je net gaat kruipen, dan heb je wonden op een bepaalde locatie, op voorkeurslocatie. Als je net gaat lopen, heb je wonden op voorkeurslocatie. En het gedrag, het klopt gewoon niet. Dus de arts die heeft zo'n vermoeden van kindermishandeling. Een niet-pluisgevoel. Een niet-pluisgevoel, dat is een bestaande kreet voor artsen. Dat is iets dat je niet kan kwantificeren of kan meten, maar er klopt gewoon iets niet. En dat is heel erg lastig om dan dat vermoeden van kindermishandeling zo ver te bevestigen dat je ook inderdaad een melding kan gaan doen. En hoe kunnen we daar nou bij helpen? Dat is een tijd geleden de vraag of we daar iets aan konden doen. En een hele belangrijke parameter of een hele belangrijke factor daarin zijn de blauwe plekken die zijn veroorzaakt. Als kind bij de kinderarts komt en die heeft meerdere blauwe plekken op zijn lichaam, die op verschillende momenten zijn veroorzaakt, daar zit een tijdsfactor in, dan klopt het verhaal niet meer dat een kind van de trap af is gevallen. Dus het zou ontzettend helpen als we de ouderdom van de blauwe plekken konden meten. Als we de leeftijd van die wonden konden meten. En ook als je die leeftijd goed kan meten, heel nauwkeurig kan meten, dan kan je misschien bepalen wie er op dat moment bij zo'n kind is geweest. Dat was eigenlijk de vraag van de afdeling kindergeneeskunde, of eigenlijk van de werkgroep kindermishandeling aan ons. Is er een techniek te bedenken waarmee we de leeftijd van wonden kunnen schatten? We zijn vooral aan de slag gegaan met het dateren van blauwe plekken. Nou, hoe doen we dat? Dat is eigenlijk mijn specialisme. In een blauwe plek vinden bepaalde reacties plaats, een genezingsreactie. Dus wanneer we worden geslagen, dan breken er vaten onder de huid. Dat bloed dat gaat zich in de huid bewegen door diffusie. Het is eigenlijk een poreus medium. Dus dat is hemoglobine, dat is die rode kleurstof van bloed. Die gaat zich in de huid bewegen, die gaat omhoog en naar de zijkanten. En dat wordt ondertussen omgezet in bilirubine. Dat is die geel-groene stof. Dat is een soort afbraakproduct van bloed. Dus wij zien een rode blauwe plek en dat wordt heel langzaam geel-groen. Nou, dat is een proces wat we kennen. En er is een techniek om dat soort veranderingen, om dat soort chemische omzettingen te kwantificeren, goed te meten. En dat heet spectroscopie. Ga ik even kort uitleggen wat spectroscopie is. Wit licht, daar zitten alle kleuren van de regenboog in, van rood tot blauw. En bepaalde pigmenten absorberen bepaalde kleuren in bepaalde mate. Dus wanneer wij kunnen meten, wanneer wij het voorwerp bestralen met een breed spectrum aan kleuren, waarvan we precies weten hoeveel van elke kleur er in zo'n spectrum zit, en we meten dan hoeveel er terugkomt uit het voorwerp, weten we dus welke kleuren er in welke hoeveelheden zijn geabsorbeerd. En dat is heel specifiek voor een pigment. Dus dat is heel specifiek voor hemoglobine en ook heel specifiek voor bilirubine. Dus door dat te meten kunnen we de verhouding van die twee bepalen. En dus de volgende denkstap is natuurlijk vrij eenvoudig. Als je die verhouding kan bepalen tussen die twee en je kent de snelheid van omzetting, dan weet je dus wanneer dat bloed vrij is gekomen in de huid. Dus dan weet je wanneer die klap is gegeven. Nou, dat is een hele overzichtelijke natuurlijk, dus dat zijn wij gaan doen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Daarmee hebben we een heel groot probleem nog niet opgelost. Want wij zien niet die hemoglobine en die bilirubine zomaar aan het oppervlak liggen. Dus wij zien die kleur, wij zien het door een huid heen. En daar zit die huid die verstrooid, het kan op een bepaalde diepte zitten, daar zit een kleur van de huid bij. Dus het is niet zo dat wij die kleuren goed kunnen zien. En behalve absorptie, wat ik net heb uitgelegd, is daar nog een ander fenomeen wat een belangrijke rol speelt. En dat is verstrooiing.
Dus verstrooiing van licht door media. En dat kan ik eigenlijk wel heel mooi uitleggen aan een voorbeeld. Maar weet iemand waarom bijvoorbeeld onze lucht blauw is? Ja, maar de weerkaatsing van het water wordt daar gezegd. Maar dan zou het in een woestijngebied, zouden we een soort grijzige, wat is het, zanderige kleur in de lucht hebben. Maar het is daar prachtig blauw, kan ik u zeggen. Waarom is de lucht blauw? En waarom is de zee blauw? Waarom noemen we blauwe plekken blauw? En zelfs daaraan gerelateerd is, waarom worden onze lippen blauw als we het koud krijgen? Het heeft te maken met verstrooiing. Verstrooiing van licht. Wanneer het zonlicht onze dampkring bereikt, dan wordt het verstrooid. Dan raakt het allemaal hele kleine deeltjes. Dus het licht bereikt de dampkring en het licht wordt verstrooid door die deeltjes. Maar die verstrooiing is kleurafhankelijk. Die deeltjes zijn zo klein dat alleen de kleuren met de hoge frequenties worden verstrooid. Worden eigenlijk vooral verstrooid. Dat betekent dat het blauwe licht enorm wordt verstrooid. En het rode licht nog redelijk rechtdoor kan. En alle kleuren daartussenin, dat is natuurlijk een mengvorm. Dus er komt wit licht aan, dat botst op allerlei kleine deeltjes in onze atmosfeer. En het blauwe licht wordt heel sterk verstrooid. Het wordt alle kanten op verstrooid. En dat bereikt ons dus via een aantal verstrooiingen. Dus we staan in een diffuus veld van blauw licht. Die andere kleuren gaan veel meer rechtdoor. En ik heb een heel mooi experiment hier. Dat heb ik eigenlijk gestolen van Walter Levin, een hele inspirerende natuurkundige. Dat is ook op internet te vinden. En daaraan kan ik die kleurafhankelijke verstrooiing laten zien. Met deze chemische reactie. Ik gooi hier twee spullen bij elkaar, twee stofjes bij elkaar. En we zien nu eigenlijk nog helemaal niks. Dit is gewoon wit licht waar alle kleuren in zitten. Het gaat door een helder medium heen. En we zien daar nog steeds een witte, noem maar even de zon. Het is heel erg vergelijkbaar wanneer de zon aan het hoogste punt van de hemel staat. Dan gaat het een hele korte weg door de dampkring. Het wordt nauwelijks verstrooid. Dus wij zien die zon als wit. Als die zon gaat zakken, dan is die weg, die baan van het licht door de atmosfeer langer. En wordt er meer blauw licht uit verstrooid. En verandert de kleur die in ons oog komt dus ook. Er komt steeds meer blauw uit. Die weg is zo lang dat ook het groen er langzaam uitgaat. Dus wij zien hem steeds roder worden. En dat is eigenlijk wat we hier zien. We hebben het van tevoren al eventjes opgenomen. Ik heb het typische amanuensisgevoel hier. Waarbij een klas zit en de proeven altijd mislukken. Dus we hebben het even van tevoren opgenomen om het veilig te stellen. Maar wat we hier doen, is wij gooien twee stofjes bij elkaar. En daar ontstaan hele kleine kristallen. En die kristallen die groeien nu langzaam. Ik zal even roeren, trouwens. Er gebeurt nog helemaal niets. En die kristallen die groeien langzaam. Dat worden hele kleine deeltjes. En zoals u dadelijk zult zien, dan zien we die fles, die wordt heel langzaam een beetje blauwig. Dat zijn die kleine deeltjes die gaan ontstaan. En die fles, en we zien het nu al eigenlijk, die lichtbundel wordt steeds beter zichtbaar. En dat is het blauwe licht wat uit dat witte licht verstrooid wordt. En dat zien we nu als een blauwe gloed. Dus het wordt steeds blauwer. Dus er ontstaan steeds meer kristallen. En op een gegeven moment is die verstrooiing zo dicht eigenlijk, is dat zo'n optisch dicht, dat dat vergelijkbaar is met een veel langer pad door de atmosfeer. Op een gegeven moment gaat ook het groene licht eruit. En wat er overblijft is dus iets wat steeds minder wit wordt. Het wordt steeds roder. Dus we hebben hier in het klein eigenlijk een zonsondergang nagebootst. En het is eigenlijk ook hetzelfde als wat er in de zee gebeurt. Daar zitten ook hele kleine deeltjes die het licht verstrooien. Dus wanneer dat zonlicht daarin komt, zelfs al is het loodrecht er doorheen gegaan, dat blauwe licht wordt verstrooid en wij zien een prachtige blauwe zee. Als er te veel troep in zit, dan wordt eigenlijk alles verstrooid, grotere deeltjes, en dan krijg je die grijze zee zoals wij hem kennen. Maar in een mooie, heldere zee, met hele kleine deeltjes, dat is dit effect eigenlijk. Kan iemand al bedenken waarom onze lippen blauw worden als we het koud krijgen? Zijn er minder cellen die het licht weerkaatsen? Ja, het heeft er wel mee te maken natuurlijk. Maar deze vaten zien wij vaak als groen. Dat is ook het is precies hetzelfde effect. Allemaal hetzelfde effect. Het is die kleurafhankelijke lichtverstrooiing. Waarom zien we deze vaten als groenig? Waarom noemen we een blauwe plek blauw als er alleen maar rood bloed of geel-groen bilirubine in zit?
Nou, dat kunnen we uitleggen aan de hand van die lichtverstrooiingstechniek. Dus dit vat wat hier zit, dat ziet er een beetje groenig uit. Ik denk dat dat bij iedereen zo is. Als een vat diep zit, dan zien we het niet. Dat is ook een heel makkelijk begin. En dan komt het hoger, dan komt het dichter bij het oppervlak, zoals dit vat. En dan ziet alleen dat rode licht wat onze huid ingaat, ziet dat vat. Dus dat rode licht wordt vooral geabsorbeerd. Dat groene licht en het blauwe licht, dat ziet het vat helemaal niet. Dus dat wordt rondverstrooid in het bovenste gedeelte van onze huid en komt dan terug. Dus wij zien daar een soort schaduw van dat vat. Wij zien alleen de groene kleur en de blauwe kleur, wat het vat helemaal niet heeft gezien. Als het vat dan nog hoger komt, dan wordt ook de groen verdwijnt. Dus dan wordt het vat blauwer. Want alleen het blauwe licht blijft zo dicht bij het oppervlak, dat dat nog niet bij dat vat komt. Dus dat komt er in relatief hoge mate komt dat ons oog in. Als je dan nog dichter bij het oppervlak komt, dan bereiken alle kleuren dat vat. En dan zien we weer typisch absorptiegedrag van bloed. Dus de rode kleur, dan wordt het rood minder geabsorbeerd dan het groen. Dan herstellen die verhoudingen zich weer. Dus dat zijn de drankneuzen. Die vaatjes liggen zo dicht bij het oppervlak, dat we ze gewoon weer als rood zien. Of de adertjes in ons lichaam. Dus wat heeft het nou allemaal te maken met die blauwe plekanalyse? Dat is een goede vraag. Omdat die blauwe plek in de huid zit, moeten we dus ook ontzettend corrigeren voor die verstrooiing. Dus wij gebruiken lichtverstrooiingsmodellen, waarmee we kunnen simuleren hoe dat licht in de huid dringt. Waarmee we precies kunnen zien hoeveel van elke kleur die blauwe plek bereikt. En daarmee kunnen we dus ook simuleren hoeveel er terugkomt. Verder is er nog zoiets, ik nam maar even aan dat de blauwe plek met een bepaald tempo hield. Dus als we die omzettingssnelheid kennen, zei ik net. We meten die verhouding van die twee stoffen. En als we de omzettingssnelheid kennen, dan rekenen we dat terug naar tijd wanneer die blauwe plek is ontstaan. Maar zo'n omzettingssnelheid, die is ook afhankelijk van de locatie, van de leeftijd van de persoon, van heel veel factoren. Dus daar hebben we ook een computermodel voor gemaakt. Dat is een finite element model. Daarmee hebben we eigenlijk de blauwe plek gesimuleerd in de computer. En daarmee kunnen we precies uitrekenen hoe zo'n blauwe plek hield en hoe dat er dan in het oppervlak uitziet. Dit is een voorbeeld daarvan. Daar hebben we een blauwe plek gemeten. Die hebben we in de computer gebracht. En dan gaat hij aan de slag. Gaat hij rekenen met een bepaalde set beginparameters van omzettingssnelheid en diffusiviteit, hoe snel die dan hield. Tegelijkertijd meten we een paar tijdspunten hoe de blauwe plek hield bij de patiënt. En we weten begintijd niet, maar we meten van een paar tijdspunten weten we hoe die heling gaat, hoe snel. En dan kijken we hoe moeten we onze parameters in het model aanpassen, dus die enzymactiviteit en die diffusiesnelheid, zodat die overeenkomt met onze metingen. Dus dan doen we de enzymactiviteit iets omhoog, die verantwoordelijk is voor die omzetting. En dan zeggen we, komt die nou overeen met wat we ook zagen bij die patiënt? Is dat niet zo, dan gaan we die een beetje aanpassen. Of is die diffusiviteit heel anders bij die patiënt, dan gaan we die een beetje aanpassen. Dus we laten dat model iteratief toewerken naar de situatie waarop we hebben gemeten. Dus daarmee kunnen we corrigeren per patiënt, per locatie. En dus corrigeren we ook voor de verschillende leeftijden. En op die manier zijn we nu bezig. Hebben we heel veel mensen gemeten bij het letsel spreekuur, bij de GGD. Als je wordt overvallen of je wordt thuis mishandeld, als je wonden hebt, delict gerelateerd, dan ga je naar de politie toe, die tekent jouw verhaal op. Maar als je wonden hebt, dan word je ook naar de GGD gestuurd, naar het letsel spreekuur. En daar zitten forensische artsen die jouw verhaal noteren, je medische geschiedenis. En dat komt dan in het proces verbaal. Dus wij hebben heel veel blauwe plekken kunnen meten bij het letselspreekuur. Met allemaal een vrij goed bekend moment van ontstaan. We hebben nu een enorme database waarmee we dus dit soort parameters vinden. Nu zijn we eigenlijk weer de enige die iets kunnen met het dateren van blauwe plekken. Ik hoop dat ik u ten eerste heb geleerd waarom de lucht blauw is. Daar heeft u iedere dag wat aan. Ten tweede heeft u nou een schitterend verhaal bij een zonsondergang. Als u met z'n tweeën naar de zonsondergang zit te kijken en denkt, nou, het valt een stilte, dan kunt u gewoon tevoorschijn komen met het verhaal over verstrooiing en kleine deeltjes. En Rayleigh-verstrooiing is dat. Hartstikke leuk. En ik heb laten zien hoe wij kunnen helpen bij het dateren en eventueel beter kunnen vaststellen of iets mishandeling is geweest of niet. In het volgende college gaan we een kijkje in de toekomst nemen. En dan gaan we kijken, bestaat de ideale moord eigenlijk? Dank u wel.